Hallo, ja, jullie zijn er al. Nou, van harte welkom bij de derde aflevering van Voorlees TV Veendam. En dit keer in het kader van onze kinderzwerfboeken Vierdaagse. Zoals jullie zien heb ik een hele kast bij me met allerlei leuke boeken. Dus ik was even op zoek naar nummer drie. Maar ik denk dat ik hem inmiddels gevonden heb, dus we kunnen beginnen. En vandaag lees ik voor uit het boek Takkenhoofd. Luisteren jullie mee? Daar gaan we. Het eerste hoofdstuk heet Opa. Opa! Sophie duwt de piepende deur naar de werkplaats open. Ze sleurt de enorme rolkoffer met voor zeven maanden kleding en schoolboeken de drempel over en laat het handvat los. Meteen kiepert hij met zijn bolle buik op de stenen vloer. De wieltjes, met het halve bos eraan vastgeplakt, steken hulpeloos in de lucht. Waarom heeft opa haar niet opgehaald bij de bushalte? Ze heeft hem nog gebeld, maar hij nam niet op. Nu moest ze in haar eentje die zware rotkoffer over het botspad naar zijn huis slepen. Ze ontploft van de hitte en haar tong ligt als een verschrompelde spons in haar mond. Maar ze is er. De geur van zaagsel, vergeten kopjes koffie en een uitgedoofde houtkachel danst haar neusgaten binnen, alsof ze nooit is weg geweest. Opa's huis staat midden in het bos. Het is precies groot genoeg voor hemzelf, zijn hondje whisky en voor Sophie. Voor wanneer haar ouders op de kermis zijn. Er is een woonkamer, een slaapkamer, een piepkleine badkamer met wc en een keuken met een deur naar de werkplaats. Oh ja, er is ook een voordeur met een halletje. Maar dat staat propvol met spullen waar opa maar geen afscheid van kan nemen. Geef niet, ze gaan toch altijd via de werkplaats naar binnen. Vanaf de planken aan de muur staren de boomtrollen eraan. Griezelig, griezelig, hoe echt ze lijken. Ooit waren het omgewaaide boomstammen en dikke takken. Tot opa ze meenam uit het bos en er beelden van maakte. Daar heeft hij een speciale truc voor. Eerst moet je goed kijken, zegt hij. Net zo lang tot je ziet... Wie er in het hout woont. Dan hoef je diegene alleen maar te bevrijden. Door het luik in de keukendeur komt een hondje aangeblaft. Als hij dichterbij is, gaat het blaffen over in gepiep. Sofie tilt hem op en geeft hem een zoen op zijn neus. Hij likt aan haar wang en hapt zachtjes in haar kin. Liefdesbeetjes noemt opa dat. Hé, hey Whisky, waar is opa? Het hondje springt weer op de grond en verdwijnt door de keukendeur. Als Sophie de keuken inkomt, knijpt ze haar neus dicht. Het stinkt naar vieze vuilniszakken en het aanrecht staat vol met afwas. Dat is gek. Normaal wast Opa iedere dag, voordat hij naar bed gaat, alles af. Dan kan ik morgen met een schone lei beginnen, zegt hij altijd. Na een paar snelle slokken uit de kraan loopt ze door naar de woonkamer. Daar zit hij in zijn luie stoel. Zijn hoofd is een beetje scheef gezakt en zijn mond hangt open. Opa, w wie is daar? schrikt Opa. Whisky springt op zijn schoot en likt de rimpelige handen. Sophie ademt opgelucht uit. Ik ben het, oude slaapkop. Even staat Opa aan en dan gaan langzaam zijn mondhoeken omhoog. Fietje, mijn favoriete kleinkind. He hé, hé, je hebt er maar één. Opa jaagt whisky van zijn schoot, komt uit zijn stoel en tilt Sofie op. Even een rondje in de draaimolen. Auw, hij zet haar op de grond en laat zich weer in zijn stoel zakken. Jemig kind, wat eet je tegenwoordig? Bakstenen? Je wordt oud, opa. Nee, jij wordt groot. Hoeveel jaar ben je wel niet? Bijna twaalf. Zie je wel? En dat springt maar in mijn armen, alsof het een kleuter is. Mijn arme, oude rug. Maar gezellig dat je er bent, kind. Hoe lang blijf je? Sophie kijkt hem verbaasd aan. Zit hij haar nou te pesten? Opa, het is 4 april. Papa en mama zijn op de kermis. Dus tot half november zit je aan me vast. Mooi zo. Hoe langer hoe beter. Wil je iets drinken? Wat heb je? Koffie, thee en ik heb nog van die pakjes. Uh, hoe heet het? Ja, het staat in de keukenkast. Chocomel? Nee. Fris Ook niet. Met vruchten. Appelsap. Bingo. Lekker, ik pak het zelf al even. Zal ik voor jou koffie maken? Dan word je tenminste een beetje wakker. Zeg, gaan we bij de hand doen. En willen jullie nou weten hoe dit verhaal verder gaat, dan kan je hem vastlenen bij de bieb of halen bij de boekhandel. Wij wensen jullie alvast heel veel luister- of leesplezier. Tijdens deze Kinderswerfboeken en deze TV willen wij graag wat extra aandacht vragen voor Nationaal Fonds Kinderhulp. En daarom hebben wij een online collectebus geopend. En willen jullie een klein steentje bijdragen? Alle kleine beetjes helpen. Scan de QR-code hieronder in beeld en doneer. En dan zeg ik namens Summerfun... En Nationaal Fonds Kinderhulp alvast. Bedankt en tot de volgende aflevering van Voorlees TV VeenDam. Doei doei!